Goedenavond. We hebben vandaag een leuk fotomodel gevonden, een Wesley. En Wesley is net zoals mij bootzetter en die doet vandaag de oefeningen voor. Ik praat de oefeningen na elkaar zoveel mogelijk en Wesley kijkt in de camera om te kijken hoe mooi die echt leuk die is. Oké. Nou Wesley, gaan we eerst beginnen. Het hoofd even naar voren te brengen, net als heb je een centerbakje. En het hoofd weer goed naar achteren. Hoofd naar voren. Hoofd naar achter. Oké, in het midden het hoofd nu houden. Hoofd opzij. Hoofd andere kant opzij. Oké, in het midden. Oké, dan draai je hem even over één schouder. En dan draai je hem even over de andere schouder. Draai hem weer over die andere schouder. En dan knik je daar ja. Gewoon zo ver mogelijk, hè? Gewoon, je kunt wel iets verder. Oké, andere kant, hetzelfde. En dan knik je ja. Oké, dan krijg je de halve oefening, dus de halve cirkel. Dan krijg je hoofd naar beneden, hoofd opzij. Kijk onder je oksel, kom omhoog en weer terug. Dus hoofd naar beneden, op hoofd opzij. Kijk onder je oksel, draai opzij weg en kom naar het midden. Nog een keertje Wesley. Naar beneden, kijk onder je oksel, draai door, draai door, draai door en kom nu in het midden uit. Andere kant, naar beneden, opzij, kijk onder je oksel, kom omhoog en breng het hoofd weer naar het midden. Oké, pak je het hoofd opzij hier vast. Oké, breng het hoofd opzij, druk je schouder goed naar beneden. Oké, pak je andere kant het hoofd vast en duw hem naar beneden. Pak even met beide armen achter je hoofd. Breng het hoofd met je kin naar je borst toe. Net zo ver tot je voelt rekken. Hou hem daar 10 tellen vast. Breng het hoofd dus naar achteren toe. En probeer echt goed te kijken. Omhoog te kijken. Ondertussen druk je de steen tegen het hoofd aan. En rust hem weer terug. Dan ga je de armen omhoog brengen. En dan ga je net doen of weer de hele platen van het plafond weer helemaal tegen gaan houden. En zo lang mogelijk even vasthouden. Oké, hou zo lang mogelijk vast. Dan breng je zijwaarts, breng je ze rustig naar beneden. Zet je handen op je bovenbenen. Oké, en dan ga je draaien met de schouder. Eerst naar voren, rustig aan. Draai gewoon rond. Voel op een gegeven moment waar de spanning is. Oké, rustig de andere kant omdraaien. Oké, dan ga je even vanuit de rond draaien. Eén kant en goed die andere kant naar voren. Eén kant, andere kant, één kant, andere kant. Oké, even de armen naar voren duwen. Zo ver mogelijk naar voren. Breng de armen omhoog. Kom op, strekken, 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 strekken. Kom op, strek ze veel mogelijk uit. Oké, en de armen zijwaarts weer naar beneden. Oké, voelt dat lekker Wesley? Oké, dan gaan we nog één keer het hoofd vastpakken. Hoofd opzij. Hoofd naar voren. En kijk je even onder de oksel door. En ondertussen blijf je gewoon rustig een klein beetje rekker ophouden. Laat je hem rustig weer teruggaan naar boven toe. Andere kant opzij. Naar voren. Onder je oksel kijken. En dan via de zijkant weer omhoog komen. Ja, Wesley, kun je dat zelf in één keer gewoon gaan doen? Oké, pak hem nog eens vast. Hoofd opzij, naar beneden, onder je oksel kijken. Breng jezelf omhoog en hou dat een beetje weerstand erop. Hè? Dus je gebruikt in principe hoofd opzij, naar beneden, onder je oksel door kijken. En je houdt er wat weerstand.